Dagelijkse woorden van God. Als je leven zoekt, kun je geen haast hebben om succes te behalen. Levensgroei voltrekt zich niet in slechts een dag of twee. Het werk van God is normaal en praktisch. En het doorloopt noodzakelijkerwijs een proces. De vleesgeworden Jezus had 33,5 jaar nodig om zijn kruisigingswerk te volbrengen. Hoeveel te meer geldt dit voor het leven van een mens? Het is ook geen eenvoudige taak een normaal mens die God manifesteert te maken. Dit geldt in het bijzonder voor de mensen van de natie van de grote rode draak, die van een laag kaliber zijn en Gods woord en werk voor een lange periode nodig hebben. Wees dus niet ongeduldig om snel resultaten te zien. Je moet proactief zijn bij het eten en drinken van Gods woorden en meer werk stoppen in de woorden van God. Wanneer je klaar bent met het lezen van zijn woorden, moet je in staat zijn ze werkelijk in praktijk te brengen en te groeien in kennis, inzicht, onderscheiding en wijsheid van de woorden van God. Hierdoor zul je veranderen zonder het je te realiseren. Als je het tot je principe kunt maken het woord van God te eten en te drinken, het te lezen, het te leren kennen, het te ervaren en het te beoefenen, zul je volwassen worden zonder je het te realiseren. Er zijn mensen die zeggen dat ze niet in staat zijn het woord van God in praktijk te brengen, zelfs na het te hebben gelezen. Waarom heb je zo'n haast? Wanneer je een zekere gestalte bereikt, zul je in staat zijn zijn woorden in de praktijk te brengen. Zegt een 4- of 5-jarig kind dat hij niet in staat is zijn ouders te ondersteunen of te eren? Je zou in staat moeten zijn te weten wat je huidige gestalte is. Breng in praktijk wat je in praktijk kunt brengen en voorkom dat je iemand bent die het management van God verstoort. Eet en drink gewoon Gods woorden en maak dat vanaf nu tot je principe. Maak je voorlopig geen zorgen over de vraag of God je compleet kunt maken. Verdiep je daar nog niet in. Eet en drink gewoon Gods woorden zoals ze tot je komen. En God zal zeker in staat zijn je compleet te maken. Er is echter een principe waar je je aan moet houden als je zijn woord eet en drinkt. Doe het niet blind. Zoek liever de woorden op die je moet leren kennen, dat wil zeggen, die betrekking hebben op visie. Een ander aspect waarnaar je moet streven heeft te maken met de feitelijke praktijk. Dat wil zeggen, datgene waar je binnen moet gaan. Eén aspect heeft te maken met kennis en het andere met naar binnen gaan. Zodra je beide hebt begrepen, wanneer je begrijpt wat je zou moeten weten en wat je zou moeten beoefenen, dan zul je weten hoe je het woord van God moet eten en drinken.